Een hele goede morgen en welkom bij een nieuwe Ups & Down. We hadden ons vanmorgen... Oh, ik heb splaakgeblek. We hadden ons vanmorgen verslapen. Nou ja, dat kan gebeuren. De luiers zijn ook al gebracht. Jordi en Liam moesten natuurlijk naar school, maar Liam was zo onmogelijk. Die heeft vannacht gespookt en gedaan. Hij is echt niet lief. Hij is gewoon onmogelijk. Hij is gewoon echt gewoon niet te doen. Hij is echt niet te doen. Dus die heb ik nou thuis gelaten. Ze hadden sowieso een pyjama dag. Dus dat is alweer een dag dat anders is. Dus in de situatie waar hij nu in verkeert, gaat daar niet goed. Dus vandaar. Jordi heb ik nog moeten helpen met poepen. Dus ik kwam al iets te laat. Nou kwam ik helemaal te laat. Dus dat. Gelukkig snap school daar ook en zo. Maar Jezus Christus. Wat? Kijk je uit? Doe je uitkijken? Kijk, zo lijkt hij lief. Maar hij is echt aan het rotzakken. Echt aan het etteren. Ja. Oké. Dan komt dadelijk een vriendin van mij even langs. Hallo, ik zeg wat tegen de mensen, ja? Een vriendin van mij komt dadelijk even langs en dan even gezellig een bakje doen. En dan zien we het wel weer. Zo klaar mee, ik ben er echt zo klaar mee. Ik heb nog steeds hoofdpijn. Dit krijg je dus als Liam zo'n nacht heeft gehad. Je komt niet van het kind af. Wie is daar? Bing. 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 Oké. Ik kom er dus niet vanaf nu. Waf. Oh. Nee, doe ze lief voor je broertje. Nee, je moet echt lief zijn voor je broertje. Ja, dank. Ja. Zo'n dag wordt het dus. We hebben even bezoek gehad. Bianca, die hebben jullie al ooit eens vaak gezien in de vlog. Ondanks dat ik niet altijd alles film... Heb ik nog steeds contact met haar. Nog steeds. Die komt hier eventjes binnengelopen. En die schuift hier even een Toet-toet auto racebaan naar binnen. En 3 dozen met alleen maar Toet-toet auto's en kleding. Dus de kinderen zijn weer verwend. Ja. Doet ze even. Ik ben er heel blij mee. Ik moet alleen wel even uitzoeken. Daar zei ze ook. Ze zegt zoek even uit. Want er hoort wat bij die racebaan. En er hoort wat bij een andere baan. En... Moet je maar even kijken, zegt ze. Dus dat. Dus dat zoek ik straks heel even uit. En Liam en Sam, die zijn hier. En ze zitten een beetje ruzie te maken. Ik ga zo brood maken voor ze. Dan kunnen ze lekker een boterhammetje eten. En dan dadelijk kan Sam weer naar bed. Dus dat. Inmiddels heb ik deze grote vent opgehaald. En het gaat niet zoals hij wil. We zijn een beetje ruim. Maar dat maakt niet uit. Ik heb ondertussen alweer was aangezet. De vaatwasser aangezet. Ik ben aan het uploaden. Ik ben aan het opruimen. Want hij die daar nou slaapt. Zoveel bedden zijn gemaakt. Oh mensen. Sam die is ook een filmpje aan het kijken. Zodat ik gewoon even... dingen kan doen hier, want het is gewoon niet normaal wat ik allemaal hier aan het doen ben en moet. En, nou. Dus dat. We gaan aardappels, boontjes en een stukje worst eten. Dus daar ga ik mee aan de slag. En ondertussen opruimen en dat soort dingen. Wij gaan weer chips proberen. En deze keer zijn het de Lay's Subway's. Maar dan teriyaki flavor. Teriyaki. Hallo.
Het ruikt wel naar teriyaki. Ja, het ruikt wel naar teriyaki, ja. Maar het smaakt niet naar Subway. Nee. Maar wel naar teriyaki. Vind ik. Mm-hmm. Als je gewoon echt... Als je gewoon echt zo die smaak hebt, zo'n flesje of wat dan ook. Ja. Maar het is geen vieze chips. Nee, absoluut niet. Het heeft gewoon een chipsmaak met teriyaki. Ja. Alsof je aardappels erin hebt zitten bakken. Toch? Ja. Ja. Wat gaan we nog allemaal doen vandaag? Ik heb de kleding uitgezocht die een vriendin van mij heeft gebracht. Dan ligt klaar om naar boven te gaan. Ik ga zo dadelijk nog even de toetsenauto's uitzoeken. Ja, en jij? Ik ga bankzaken doen. Dag ik al. Ik heb wel alles klaar voor morgen. Yep. Nou, dat was het dan, hè? Ja, dus in de volgende swipe is het alweer dolle dinsdag. Wauw. Jee. Een hele goede morgen. Jordi heb ik naar school gebracht. Liam niet. Nee, want het zal ook eens niet. Hij heeft vol geen koorts. Dit. Kom er niet vanaf. Kom er gewoon echt niet vanaf. Hij ging vanmorgen bij ons in bed. En ik voelde hem. Ik zeg tegen Niels, ik zeg... Dit kind heeft koorts. Ah, Niels, dat zal meevallen. Zeg je wel, hij heeft koorts. Niels weet hem op. 38,4. En ik denk, halleluja. We zijn nog niet klaar. Wat is het volgende? Ja. Het is zoals het is. Meer kunnen we er niet aan doen. Hij heeft een zetpil gehad. En we gaan het zien. Waarom die koorts heeft. Ik ben er nog niet achter. Kijk, uitschatje. Ga lekker op de bank liggen. Ga lekker liggen. Ja. Nou, hij is heel zielig. Heel zielig. Dus. Ik ga maar even een tablet geven. En ja. Ik ben zelf ook nog steeds niet lekker. Ik ben zelf ook nog steeds ziek. Maar ja. We doen het er maar mee. Ik heb volgens mij heb ik voorhoofdholteontsteking. Hier zo. En ja, daar kun je voor naar de dokter gaan. Maar de dokter zegt toch dan... Het zou dan alleen om de vaststelling gaan. Terwijl ik het eigenlijk al vrijwel zeker weet. Want het zit gewoon echt hier waar die holtes zitten. Dus ja. Dat. En ik heb ook echt hier pijn. En dus... We gaan maar door. Yay. Ik ben er niet met een antibioticaatje zo vanaf zoals Niels is. Helaas. Germ. Hij is echt zo bleek. En hij heeft nog steeds koorts. Sammy is ook niet lekker. Maar ja, daar doen we het allemaal maar mee. En ik ben op aan het raken met al die zieke kinderen. Maar we doen het er maar mee. Ben je het doen? Dan geef samen op de bank. Niet in je mond, viesrik. Ga weg. Oh, echt. Wat is het? Huh? Ja. Hij wil zijn eigen echt niet lekker. Hey. En je bent ook moe, hè? Ja, dat dacht ik al. Dus ik ga hem nu even een broodje geven. En Sam ook. En dan...
gaan we kijken of dat ze alle twee gaan slapen. Hè? En hij is echt zo warm. Yep. Net even koorts gemeten. 38,3. Ja hoor. We hebben de leider van de Bambix-bende weer opgehaald. Iedereen is weer compleet. Behalve papa dan, maar die komt straks. Het had een beetje veel voeten in de aarde om naar Jordi's school toe te komen. En dat had niks met Sam te maken. Dat had alles te maken met hem. Hij heeft koorts nog steeds. En hij lag heerlijk te slapen. Hij lag 1,5 uur te slapen. En niet dat hij geen 1,5 uur mag slapen. Want voor mij mag hij eigenlijk nog wel langer slapen. Alleen ik kan hem niet alleen thuis laten natuurlijk. Dat is niet de bedoeling. Dus hij moet mee. Vind ik dat leuk? Nee. Wil ik dat hij meegaat? Op zo'n manier niet. Dus dat had nog een beetje voet in de aarde. Want meneer was niet blij met zijn moeder. En dat snap ik. Want ik was ook niet blij met de situatie. Wat is er? Wat is er dan? Jij wil dit niet? Dan moet je hem hier op drukken. En wil je dit dan kijken? Ik heb eindelijk mijn eten aan kunnen zetten. Mijn worteltjes had ik al aangezet in de stomer. Nu staat mijn aardappeltjes en mijn schnitzel in de airfryer. Ik moet even bij Liam zitten. Als ik wegloop is het een janken. Dus hij komt me zo nu en dan een keer knuffelen. Nu is hij lekker Blippie aan het kijken. Vindt hij leuk. Prima. Moet hij doen. Jordi zit daar. Hier zit Sammy. Niels mag vanavond de kinderen in de douche doen. En dan kan ik hier opruimen. Want ik moet ook even mijn nagel maken. Die is afgebroken. Omdat ik met Jordi even moest stoeien. Want hij heeft een rode kont. Liam wilde toch eten, maar hij wilde liggend eten. Dus ik zei, nou, dan gaan we allemaal op de bank zitten. Nou, prima toch? Sammy zit hier. Ja. Sammy zit lekker hier te eten. En Jordi, die ligt hier. Mapa. Geef een groot applaus voor Gijs zijn vingers. Al eet hij niks van dat bord. Het bord staat bij hem. Hij heeft de keuze om iets te pakken als hij dat wil. Dat is mijn grootste ding, zeg maar. Hij mag eten, hij moet niet. Hey, goedemorgen. Gisteravond is er weer van alles gebeurd. Haha, het is nooit saai in mijn leven. Nooit. Wat is er gisteravond gebeurd? Niels heeft de kindjes gedoucht. Maar voordat hij de kinderen ging douchen, mijn wasmachine deed het niet. Doet nog steeds niet. Maar hè, dat tezijde. Ik heb Niels geroepen. Het ding wilde alleen nog maar afpompen. En that's it. Meer doet hij niet meer. En ja, ik ben ondertussen even bezig met een tablet voor Sam. Want Jof! Sammy is tegenwoordig ook niet lekker. Dus ik heb 2 zieke kinderen. En ik moet straks ook even met Sam naar de dokter. Om hier eens even over te hebben. Alsjeblieft. En nou, de wasmachine doet het dus niet. Hij pakt geen water, hij pakt geen niks. Hij heeft continu een storing. Niels heeft gekeken, kan het niet vinden. Dus Niels is toch vrij technisch, maar hè. Ik zeg ook tegen Niels, ik ga niet een week wachten, hè. Totdat jij een keer de wasmachine hebt gefixt. Of dat je zegt, het lukt niet. Ik zeg, daar heb ik geen kans toe. Ik heb zieke kindjes. Ik zeg, als er eentje kotst, ben ik al de pineut. Dus ik zeg tegen hem, ik zeg, Liam die heeft zweetaanvallen van de koorts. Ik zeg, Sam die snot blubbert alles onder. Ik zeg, dan hebben we Jordi die een keer in zijn broek poept wat er langs oploopt of weet ik veel wat. Ik zeg, dat gaat niet. Dus we hebben zitten kijken naar een andere wasmachine, die wordt vanmiddag geleverd. Top.
Dus dat is geregeld. Nou moet hij alleen nog eventjes die wasmachine die boven staat beneden zetten. Want die wil hij weer gebruiken voor oud ijzer. Ik maak me eigenlijk allemaal niet druk om. Het zal allemaal aan mijn reet rusten. Dat. Alles is verder goed gegaan. Toen brak er bij mij, was al eentje afgebroken. Nog mijn nagels af. Dus ik heb gisteravond even mijn nagels weer moeten doen. Snel. Ben ik helemaal tevreden over? Nope. Absoluut niet. Maar het zit. Ik weet ook al wat de reden is. Mijn nagelbed is gewoon veel te kort. En ja, dan breekt er af als je een lomp varken bent zoals ik. Dus dat. Ga je mijn bokkenpoten, Liam? Wacht. Hij heeft slippers. Hij heeft bokkenpoten slippers. Het is niet helemaal logisch, hè, Liam? Hij moet andersom. Ga ik hem nu ook niet aan zijn verstand krijgen, want meneer is ziek, die heeft weer koorts. Uiteindelijk naar bed gegaan. Vannacht is Sam wakker geweest. En een hele hoop gezeik, gemauwen, keuvel. Hij heeft ook allemaal bultjes in zijn gezicht zitten, waarvan ik denk, ik weet het niet. Dus die gaat straks eventjes naar een arts en dan huisarts. En dan moet ik dus mee. Daarna is Liam bij ons in bed gesnuggeld. En die heeft continu bovenop me gelegen, tegen me aangelegen. Nou, ik werd zo warm op een gegeven moment dat ik dacht bij mijn eigen... Ik zit hier bij de zon, gewoon op de zon. Zo warm had ik het. Ik dacht bij mijn eigen... Nou, zetpil gegeven, luier gedaan. Op een gegeven moment, nou, toch in slaap gevallen nog. TV aangezet. Toen hij weer wakker was. En, ja. Nu zijn we hier. Jordi is naar school. Die wordt naar school gebracht door Niels. En ik moet om 9:50 met Sam bij de huisarts zijn. Maar daar zal Liam wel mee moeten. Denk ik zo. Dus dat. Hoe gaat het met mij? Ik heb nog steeds koppijn. Nog steeds. Ik ben opgestaan met koppijn. Ik ga naar bed met koppijn. Ik heb gewoon denk ik, omdat ik nog steeds zeg maar volle neus heb. Hier gewoon echt in die holte lijkt het wel. Dus ik denk gewoon voorhoofdholteontsteking. Ik kan zeggen tegen de huisarts van, hey, controleer mij. Maar dan zegt hij, ja, moet je goed uitzieken hoor. Moet je goed uitzieken. Dus, wat heb ik eraan? Niks. Ik ben met Sam en Liam naar de huisarts geweest. Liam moet gewoon uitzieken, er is niks aparts aan de hand. Sam wel, die heeft aan allebei de kanten oorontsteking. Hij heeft een vorm van krentenbaard. En zijn neus loopt zo hard. Het zit allemaal zo vast en vol. Hij heeft nu een antibiotica-kuur gekregen. Silometazoline voor zijn neus. En een zalfje voor de bultjes in zijn gezicht. En daar moeten we het nu mee doen. En kijken of het vrijdag al wat aan het betere is. En ja, Liam die wordt nu in bed gelegd. Die heeft vannacht gewoon niet geslapen. Dus Niels en ik hebben besloten om hem gewoon even in bed neer te leggen. En we gaan even wat eten. Vanavond zijn we naar Gebarentaal geweest. Het was heel gezellig. Ik ben bezig gegaan met carnavalspullen. Want hier vieren we toch net iets anders carnaval qua kleding als in de rest van de dorpen en steden om ons heen. Ik ben nu met Jordi zijn boerenkiel bezig. Daar zitten emblemen op. En mijn moeder is aan het helpen om de jasjes vrij te maken. Want we hebben ook nieuwe jasjes. En ze neemt dit dan mee naar huis. Dit staat allemaal vastgespeld. En ze neemt het dan mee naar huis om het vervolgens vast te maken. Dus mijn moeder helpt erbij. Gelukkig. Want als ik dit alleen moet doen, ben ik niet zo goed in. Dit is die van Liam. En natuurlijk wordt dat door de jaren heen nog uitgebreid, hè? Maar er moet nog ruimte overblijven om dat te kunnen doen. Dit is die van Sam. Dit is die van Niels. Draaien.
draaien. Doe je arm even omhoog, want er zit er ook eentje op de jas. Doordraaien. Ja, dank u. Dit is mijn jasje. En dan neem mijn moeder hem mee en zie ik hem rond de carnaval tijdje terug. Een hele goede morgen. Ja. Jordi is naar school. Die heb ik naar school gebracht. Daarna ben ik naar de winkel geweest. Ben ik naar de Lidl geweest om precies te zijn. Daar heb ik van alles gehaald. Broodjes. Ze hadden daar een legging. Ik denk dat is wel handig. En ik heb een joggingpak gekocht. In het mintgroen. Is het mintgroen? In ieder geval in het groen. Dus daar heb ik gekocht. Ik heb voor de kinderen. Het is hier altijd ruzie met Jordi zijn loopwagen. Wat heb ik dus voor de kinderen gehaald? Een houten loopwagen. En dan denken jullie bij je eigen. Hebben de kinderen nou niet nog genoeg troep? Jawel, dat hebben ze wel. Maar het is hier elke keer ruzie met de loopwagen van Jordi. Want ze grappen hem elke keer van Jordi. Dus. Ik dacht bij mijn eigen, dan kunnen ze mooi hiermee spelen. Met de blokken. Ja. Oh, mama poetsen? Ja? Oké. Okay. Ik heb het joggingpak even aangeprobeerd. Hij zit echt super goed. Wacht. Misschien zo dan. Tadaa. Hij zit echt goed. Ik ben blij. Yay. Ik had jullie verteld natuurlijk dat mijn wasmachine kapot is. En ik heb inmiddels een nieuwe. En die heeft alweer een paar hoesjes gedraaid. Yes. Ik zal jullie even laten zien welke het is. Het is de Bosch dinges. Er zit 8 kilo. Aquastop zit erop. Eco Silence Drive serie 4. Dat is hem. Hij is net klaar. Dus dat betekent de droger weer vullen maar. Laten we dat maar even gaan doen. Aangezien ik heel veel was heb, ben ik die even aan het doen. Ik ben heel even losgemaakt van de kinderen, want Liam, ze willen even niet knuffelen, dus dat is prima. Dus dan kan ik even de was doen. Ik ga even een podcastje opzetten en dan lekker mijn was. Ik heb op één was na, dus één wasmand, na alles klaar. Nu ga ik even een broodje eten. Ik sta nu te wachten bij Jordi's school. Met deze twee. Liam die was in slaap gevallen. Dus ik heb hem in zijn slaap zijn broek aangedaan, want hij wou straks geen broek meer aan. En hij is ondertussen wakker geworden dat ik zijn jas aan het doen was. Hij is niet chagrijnig wat dat betreft. We zullen zien hoe het loopt. Hij heeft misschien 40 minuten geslapen. Sam die heeft een uurtje geslapen. We gaan het zien. Dat is toch wel een nadeel als je een kind hebt die rond de slaaptijd van de andere twee opgehaald moet worden. Ben jij dat nou, Sam? Ja? Ben jij dat? Ben jij aan het schreeuwen? Nou. Dus mij is de antibiotica wel iets aan het doen. Liam die is nog niet helemaal wakker. Maar ik ga de kinderen lekker een filmpje geven. En hun broer ophalen. Inmiddels hebben we Jordi opgehaald. En die zit nu lekker zijn filmpje te kijken. En ik moet hem dan nog wat drinken geven. Want hij wou niet verder drinken. Dus dat ga ik zo even regelen. En alle luiers even doen natuurlijk. Ik ben ook al opgebeld weer door de apotheker. De apotheker die heeft weer de kinderarts gesproken. En de kinderarts heeft weer zitten puzzelen. Omdat de antibiotica kuur, de onderhoudskuur die Jordi behoort te krijgen, niet leverbaar is. Die wordt gewoon op dit moment niet geleverd. Zoals met heel veel medicatie momenteel ook is. Dat is eigenlijk wel een probleem. Want Jordi heeft wel deze onderhoudskuur gewoon nodig. En daar zijn ze het allemaal over eens. Dus zij heeft met
De kinderarts van Jordi heeft met meerdere artsen gesproken, et cetera. Zodat ze een juiste keuze kan maken. Wat nu de juiste keuze is, is een pulvorm. Maar dan wel een pulvorm die mag gesmolten mag worden. En dat met een beetje pap geven. Dat is de enigste optie momenteel die er voor Jordi is. Dus dat is wat hij gaat doen. Ik kan hem morgenochtend ophalen. En vanavond krijgt hij de laatste antibiotica van de kuur die hij had. En dan kan hij morgenavond beginnen met de onderhoudskuur. Zo is het gepuzzeld in ieder geval. Wat het beste is. Dus dat is nou in kannen en kruiken. Dus dat is goed. Sam die vindt het helemaal niet erg om antibiotica te krijgen. En die pakt het met liefde aan. Dus dat is alleen maar mooi. Gaat het beter met Sam? Het lijkt beter te gaan. Maar het gaat nog niet op. En Liam, daar gaat het ook nog niet super goed mee. Die hangen de hele tijd aan mij. Dus ik heb momenteel heel veel mama en Sam en Liam tijd. En dan zitten ze te ruzie maken. Wie er aan de ene kant en wie er aan de andere kant mag zitten. Dus dat. Ja. Oh, het katje bedekje. Je hebt oorpijn, hè? Ja. Hij geniet hier alleen al van. En ik kan dat van zijn neus afhalen. Maar zijn neus is gewoon echt kapot. En dat doet hem gewoon heel veel pijn. Dus vanavond gaat hij gewoon even de douche in. Je bent ook een schatje ook, hè? Ja. Samen kijken. Hoe ziek jij ook bent, hè? Jij lekt altijd. Altijd. Lekker ding. Wat? Ja. Ja, baba. Mama. Niet papa. Mama. Mama. Kom je even goed zitten? Mama, een beetje jouw knuffelen. Ja. We hebben de boel hier eventjes nog netjes gemaakt en opgeruimd, gestofzuigd, dweld. Mijn vaatwasser is net klaar. Niels is naar boven douchen en ik ga nu naar bed. Dus bij deze bedankt voor het kijken en tot de volgende.